got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. U komt vanavond kijken naar... Kira, mijn dochter en de zus van Fenna. En jouw grote zus? Ja. Enig idee wat jouw grote zus gaat doen? Een gedicht voorlezen. Ik vind het een hele mooie borstbloemen. Dank u wel. Een hele verrassing. En die verrassing gaat komen voor? Sjaar Daro, hoop ik, met de vriendin Christel van Aanholt. Wat gaan ze doen? Een hip-hop dansje. Muziek weet ik niet. En u gaat kijken naar? Weet het nog niet. Familielid of zo wat optreedt? Ja, mijn beste vriend gaat optreden. Karin de Vries? Ja, dat klopt. De organisatie? Ja, samen met twee collega's. Rick Pakkepers en René Zanen. Het is eigenlijk ontstaan in de kroeg. Meneer Zanen is een nieuwe muziekdocent bij ons. Die wilde heel graag, dit jaar is hij nieuw bij ons op school gekomen, een open podium starten. En toen zei ik van nou, ik weet wel wie je kan benaderen daarvoor. Dus ik ben gestart met benaderen en hij is begonnen met uitzoeken van leerlingen en vragen. En zo gaandeweg zijn we in het theater terechtgekomen. Vanuit Schiedam kom ik heel vaak in het theater, dus ik kende de directeur. Dus ik ben bij de directeur geweest en die vond het ook gelijk eigenlijk een hartstikke leuk idee. Dus het is heel snel ontstaan. De kinderen die waren heel enthousiast, want we hebben nu 15 acts overgehouden en er zijn denk ik 6 acts zelfs afgevallen. Omdat je toch op een gegeven moment, je moet de avond niet al te lang maken. Ja, je moet selecties gaan maken. Ja, dus we hebben voorrondes gehouden op school, een paar vrijdagen en af en toe er tussendoor. Dus dat was al heel spannend, want dan moesten ze dus in de gymzaal optreden. En meneer Zanen, meneer Pappers en ik hebben daar selecties uitgemaakt. Hoe lang zijn jullie bezig geweest met die voorbereidingen? Even kijken, we zijn vanaf... Nou, dat we in de kroeg zaten was in december, met kerst. Dus eigenlijk vanaf die tijd zijn we gestart. En toen zijn jullie aan de gang gegaan. Mensen hebben zich aangemeld, leerlingen hebben zich gewoon spontaan aangemeld. Ja, in maart zijn we op gaan hangen, want we eerst moesten kijken of we in het theater konden. Ja, wat de kosten zijn en of dat allemaal mogelijk is. En in maart zijn we begonnen dat kinderen zich in konden schrijven voor... voor iets doen op het podium of iets doen achter het podium. Want er is ook iemand achter het podium bezig met licht. Er is een jongen die mag helpen met het licht op het toneel. Dus dat is ook heel erg leuk. Dus eigenlijk vanaf maart zijn we ermee begonnen. En toen we dan de selecties hadden gedaan, heeft meneer Zanen ook nog weer extra geoefend met de leerlingen. Ja, want de leerlingen doen echt alles zelf. Hè? Ik bedoel, de visagie, het licht, het geluid. Ja, nou het geluid is, dat laten we over aan theater. Met het licht doen ze mee. De visagie, dat start ik en dat maken ze zelf af. De acts hebben ze eigenlijk allemaal zelf voorbereid, zelf gestart. Dus de dansjes die je ziet zijn allemaal eigen choreografieën. En de muziekstukken ook allemaal, eigenlijk allemaal zelf. Je bent de man van het licht, heb ik gehoord. Ja, dat klopt. Vertel, wat ga je doen? Ik ga vanavond volgspotten. En dat houdt in met een spotlicht op de artiestenschijnen. Dus je moet alles heel goed in de gaten gaan houden. Ja, dat klopt. En rust. En vooral ook... stabiel staan, niet te veel bewegen en goed kijken en luisteren wat de instructies zijn. Zeg maar. En van wie krijg je instructies? Ik krijg van beneden instructies van een andere lichtman, van zeg maar de chef van het licht. En die zegt mij wat ik moet doen door de koptelefoon en zo kunnen wij communiceren. Ga je werken met verschillende kleuren licht? Ja, twee verschillende kleuren. En, dus oranje.
Dat is voor de mensen die wat lichter van kleur zijn, zodat ze wat donkerder eruit komen te zien op het podium. En een beetje blauw licht, dat is voor de wat donkerder mensen, dat ze wat lichtere kleurtjes krijgen. Jij gaat ze in de spotlight zetten? Ja. Wat ga je doen vanavond? Zingen. Zingen? Ja. Zenuwachtig? Nee, valt wel mee. Podiumervaring? Beetje. Op zo'n groot podium? Nee, dat nog niet. Nee. Met zoveel mensen? Ja, dat is ook nog niet, maar het is wel heel erg leuk. Enig idee hoeveel mensen komen kijken naar jullie? Ik heb gehoord 400. Ongeveer. Behoorlijke volle zaal, hè? Ja. Dan haak ik af eigenlijk. Dit is goed. Dit is heel goed. Dit is echt goed. Dames en heren, hartelijk applaus. To hold my hand on the stretch, and we start to dance all around us. I see nobody here in silence. It's just you and me. I'm trying not to tell you, but I want to. I'm scared of what you're saying, so I'm hiding what I'm feeling, but I'm tired of holding these inside my head. Been spending all my time just thinking about you. I don't know what to do. I think I'm falling for you. I've been waiting all my life and now I find you. I don't know what to do. I think I'm falling for you. Oh, I'm falling for you. Ik vind het allemaal heel erg leuk. Allemaal toptalenten. Ik ben heel erg trots op mijn... En dat is een groot talent. Ja, het is mijn kleine zusje. Ik ben heel erg trots op haar. Je hebt het goed gedaan. Je moet er gewoon mee doorgaan. Dankjewel. Jouw naam is? Maaike Meder. En wat ga jij vanavond doen? Ik ga een gedicht voordragen. Een zelfgemaakt gedicht? Eentje wel en de ander niet. Ik heb twee in één, zeg maar. En waarom een gedicht? Ik bedoel, het is toch heel anders als muziek, dansen? Ja, nou, ik ben gevraagd bij Nederlands. Ben ik gevraagd of ik een gedicht wilde voordragen bij het open podium. En dat vond ik wel leuk, dus ik heb het gedaan. Mijn leven, mijn doel. Respecteer wie ik ben, wie ik mag, wie ik zong. Respecteer wat ik vind, wat ik denk, wat ik zeg. Hoe ik me kleed, waar ik werk, waar ik voor sta en voor vecht. Respecteer wat ik kies, al kies jij het niet. Respecteer mijn verschijningen, wat je ook ziet. Ik draag wat ik mooi vind, dat is wie ik ben. Ik verander voor niemand, geen seconde geen haar. Dat vind je vast vreemd, dom en ook raar. Ik ben wie ik zijn wil. En waar ik van hou. Respecteer wie ik ben, dan doe ik dat ook bij jou. Thank you.
Ladies, goedenavond. Zenuwachtig? Nee hoor. Niet zenuwachtig? Ja, het valt mee. Jullie treden wel vaker op? Nee, dat niet, maar we kennen het al eens wat we nu moeten doen, zeg maar, goed. Dus we zijn echt zenuwachtig. Nou, eet lekker door. Heel veel succes vanavond, hè? Dag. Gegaan vanavond. Hoe vond u de optreden? Ja, geweldig. Echt super. Echt goed. Staat echt mijn kippenvel. Had je verwacht dat het zo zou gaan? Nou, ik heb natuurlijk thuis wat een en ander gehoord van, hè, heel vaak. Maar dat het zo goed zou gaan. Onder de douche? Ja, in de kamer. Overal waar ze loopt, zingen, constant. Dus, maar... En de vader van Laila? Hallo. Ja, helemaal fantastisch natuurlijk. Ja. Ook een kippenvel moment. Ja, een klein beetje. Heel veel. Goed, nou, we laten het erin wachten, want ook zij zweet beentjes. Hier komt Salia met Turkse muziek. Dames, wij gaan optreden vanavond. Wat gaan we doen? Wij gaan met z'n tweeën piano spelen. Piano spelen? Op één piano moet spelen. Thank you.
that love never lasts. And we've got to find other ways to make it alone or keep a straight face. And I've always lived like this, keeping it comfortable. Distance. And up until now I had sworn to myself that I'm content with loneliness, because none of it was ever worth the risk. And you are the only exception. Ik vind het prachtig. En vooral omdat mijn kleindochter zingt. Zij heeft gezongen ook. Geweldig. Geweldig hoor, dat dan een keer hoort nog. Ja. Ik ga zingen en duet doen met mijn leraar. Met je leraar samen? Ja. Oké. Geoefend? Ja, we hebben al een paar maanden geleden geoefend. Maar we willen nog vanavond proberen. Nee. Oefening ging goed? Ja, heel goed. Laat me lekker zien vanavond. Succes. And I heard you cry. You don't have to be afraid. Just see me and you will find. You can be anything, stay home. You don't have to be afraid. Just let me show you a better. And all of your face will be bright as the sun. So all of your fears, cast them on me. Kippenvel van je, meid. Ga zo door, hè. Proficiat. Dankjewel, ik heb genoten. Vond je het zelf ook leuk? Ja, heel erg leuk. Was je zenuwachtig? Ja, ja, ik was wel, maar... En op het moment dat je eenmaal op het podium stond? Ja, dan ging het vanzelf. Dan ging het vanzelf. Wel. Je was een kanje. Dank u. Geef hem een applaus.
kijk jou nu aan. Ik zie niemand anders meer staan. Ik heb dan meer van voorheen spijt. Dat ik nooit vergat, een zeker feit, hoe hij naar me keek, hoe alles geweldig leek. Hoe hij naar me lachte, hoe hij op mijn liefde wachtte. Ik gaf hem het, zeker een onverstandige zet. Nu geef ik jou mijn blik, nu mijn gelukkige lach, mijn liefde en mijn hand. Dus ik gaf jou het nu. Een onverstandige zet? Wie zal het zeggen? Ik ben nooit meer alleen, ik zal me erbij neerleggen. Dit is eigenlijk precies als voorheen. Kan iemand pijn doen? Een woord kan iemand pijn stillen. Een woord kan iemand blij maken. Een woord kan iemand droevig maken. Een woord kan je op het goede pad brengen. Een woord kan je op het verkeerde pad brengen. Een woord zoals pijn, hoe zal dat dan zijn? Mijn hond is een echte bofkont. Hij hoeft niet naar school en is ook nog mijn idool. Hij heeft niets te doen, maar is geen on. Hij maakt heel veel mensen bang, maar houdt hen wel in bedwang. Probeer maar bij me in te breken, dan zal hij je botten breken. Maar hij is ook heel erg lief hoor, en nooit negatief. Maar ik ben een bofkont, want ik heb Tyson een hele lieve hond. Te horen op deze geweldige avond. Nou, het is echt gewoon heel geweldig. Ik ben gewoon ja, eigenlijk beduusd van dat het allemaal zo gelopen is en zo goed en de leerlingen zo enthousiast. En ja, wat ik heel erg gaaf vond is het publiek. Wat een ontzettend leuk publiek. Iedereen ging uit zijn dak. En wat ik zelf heel erg leuk vond is dat de directeur van het theater kwam net naar me toe van nou, het is zo geweldig georganiseerd. We gaan het volgend jaar zeker weer doen.
En hoe of wat, dat weten we nog niet. Maar dit is zeker voor herhaling vatbaar. Dat was mijn volgende vraag. Is het voor herhaling vatbaar? Ja. Er zijn nu al ook docenten gekomen van, joh, ik kan wel helpen met dit, ik kan wel helpen met dat. Er zijn leerlingen die meer enthousiast zijn, dus we gaan het zeker En als het eenmaal georganiseerd is en iedereen weet een beetje dat het leuk is, dan kan ook dat tweede vanzelf. Keer, dat kan ook niet meer stuk. Nee, daarom. En we hebben nou echt gewoon, de vier mensen die het georganiseerd hebben, dat loopt gewoon heel goed. Je moet altijd een paar mensen hebben, dus één die het organiseert, eentje die de kinderen of de leerlingen onderwijst en één die iedereen enthousiast maakt om te komen. En dat is gewoon het goede concept. Ja. We hebben met wat leerlingen gesproken, maar ik geloof dat ze het allemaal reuze naar de zin hebben gehad vandaag. Ze vonden het echt heel leuk. Ik heb in de coulissen gestaan en het was gewoon heel leuk om te zien hoe ze eraf kwamen. De ene was helemaal opgelucht en de andere was helemaal emotioneel omdat het zo goed ging. Of dat de mensen, ze waren helemaal stil voor me, weet je, dat soort reacties. Nou, ja, en ook wel opgelucht dat het voorbij was. Ja, hè? Want je zag ook echt bij sommigen zo van, ik heb het helemaal gehad. Ja, ja precies. Dus, maar het was een grandioze avond. Ja, het was helemaal Wij hebben genoten. Ik ook. De kijkers hebben genoten. Nou, en wij ook. En we gaan het zeker volgend jaar weer iets in deze trant doen. Oké, dankjewel en veel succes voor de volgende keer. Dankjewel.